In de vorige video zagen we dat er een felle strijd werd uitgevochten tussen de nationalistische Kuomintang van Chiang Kai-shek en de CCP, de Chinese communistische partij. Dat was eigenlijk een soort burgeroorlog. Nou, in deze video zullen we gaan zien dat die twee partijen weer gedwongen worden om samen te gaan werken in hun strijd tegen de aardrivaal Japan. Want Japan had grote invloed in China en had bijvoorbeeld vanaf 1909 al bepaalde gebieden van Mansjoerije in het noordoosten van China in handen. En in het jaar 1931 besluit Japan om heel Manchuria te bezetten. En daar hebben ze verschillende redenen voor. De belangrijkste is misschien wel de grondstoffen die er in Manchuria aanwezig zijn. Die zijn goed voor de Japanse industrie. En daarnaast zien ze het ook als een uitvalbasis om nog meer delen van China in te gaan nemen. En de Japanners bezetten dus Manchurije, wat ze Manchukuo gaan noemen. En uh, ja, ze vestigen daar een fascistisch en een heel vreed regime. Hè. Die, die Japanners die zagen de Chinezen echt als een minderwaardig volk. En die Chinezen werden dan ook ja, als een soort slaven behandeld door die Japanners. Echt heel vreed. Maar om de Chinezen toch een beetje tevreden te houden, uh, maken ze van Manchurij of Manchukuo dus, een zogenaamde marionettenstaat. Omdat die laatste Chinese keizer, die Puyi, hè, die als, die als Peuter op de troon kwam, ken je hem nog? Ja, die is uh, in de jaren twintig naar de Japanse ambassade gevlucht omdat hij uh, bang was voor een bepaalde warlord, voor een bepaalde krijgsheer. En zo is hij eigenlijk in de handen van uh, de Japanners terechtgekomen. En die Japanners die, die, die zetten hem dus uh, op de troon in dat uh, Manchurije. En uh, hij wordt de symbolische heerser. Uh, maar eigenlijk is Japan gewoon de baas. En dat bedoelen we met de marionettenstaat. En marionette is zo'n pop die aan touwtjes hangt en door een poppenspeler uh, bestuurd wordt. Nou ja, Puji is in dit geval de pop. Die hangt aan de touwtjes van Japan, want Japan blijft gewoon de baas. Goed dus voor de Japanse industrie. En ook goed als uitvalbasis om andere delen van China te veroveren. Want dat is wat er in de jaren 30 gaat gebeuren. Ja, en dan zie je dus dat de nationalisten en de communisten die elkaar altijd bevochten hadden... ...hun onderlinge strijd moeten gaan staken en dat ze weer moeten gaan samenwerken tegen Japan. Nou, dat is heel succesvol en dit loopt eigenlijk over in de Tweede Wereldoorlog... ...waar Japan en dus ook China aan deelnemen. En uh, ja, uiteindelijk in augustus 1945 worden er twee atoombommen op Japan gegooid, op Hiroshima en Nagasaki. En uh, niet veel later geeft Japan zich over, hè, is er een capitulatie. Nou, einde Tweede Wereldoorlog... Einde van de strijd in China. En dan zie je dat, uh, in tegenstelling tot na de Eerste Wereldoorlog, denk terug aan die 4 mei-beweging, wordt China nu wel beloond door uh, de andere grote mogendheden. En ze krijgen een plek in de Veiligheidsraad, een permanente plek moet ik zeggen, in die Veiligheidsraad van de nieuw opgerichte Verenigde Naties. China wordt dus echt voor vol aangezien. Oké, okay, dus met het buitenland lijken die verhoudingen nou wel echt goed te zijn. Maar aan de andere kant, uh, intern, in het binnenland, ja, zijn er nog allerlei problemen. Want dan laait die strijd weer op tussen de nationalisten en de communisten. En dan wordt die burgeroorlog weer gewoon voortgezet. Nou, hoe die af zal lopen, daar kijken we in de volgende video naar.